Dat ik ook niet altijd happy ben. Hier heb ik er echt super veel van gekocht. Ik heb een super grote levering gekregen vandaag. Hier zit mijn nieuwe matras in. Ik ben nu iets langer dan twee maanden geleden verhuisd. En tot nu toe heb ik niet op mijn slaapkamer geslapen, want ik had nog geen matras. Ik heb in mijn kantoortje nog een klein eenpersoonsbedje staan. Dat is waar ik tot nu toe heb geslapen. Maar daar komt nu eindelijk verandering in. Ik ben nu op de zolder van het nieuwe huis en hier komt dus mijn echte slaapkamer. Ik heb dus net die matras helemaal zelf naar boven gedragen. En dit is hoe dat ging. Oh my god! Oh no. Yes. Ik heb het warm. Oh, dit is echt de stijlste trap ooit. Oké. Okay. Ik stel voor dat we samen deze matras gaan openmaken. Ik vind het echt zo bizar dat zo'n grote matras hier in dit kleine pak zit. We gaan dit opensnijden en dan ben ik heel benieuwd hoe de matras zal groeien. Ik heb het bed. Het is wel echt perfect om nu hierop te kunnen uitrusten. Ik ben zo blij dat ik nu eindelijk een fijne matras heb. Dat is alweer iets dat van het lijstje is afgevinkt. In de lente ga ik mijn slaapkamer nog een hele grote makeover geven. Hier moet nog geverfd worden en zo, dus het huis is nog lang niet klaar. Maar in ieder geval heb ik nu wel een fijn bed om op te slapen. Ik heb deze matras dus gekregen van Emma en dat is een bedrijf dat allemaal slaapartikelen verkoopt. Dus niet enkel matrassen, maar bijvoorbeeld ook bedden, kussens of matrastoppers. Maar met mijn code krijgen jullie daarbovenop nog eens 5% korting. Mijn code is Sophie5 en die is geldig tot en met 31 juli. Ik heb gekozen voor de Emma hybride matras. Deze matras is heel goed voor temperatuurregeling, luchtcirculatie en een goede uitlijning van de rug. Voor mij wel heel belangrijk, want zoals jullie weten, ik moet elke dag heel veel zware dingen sleuren voor de dierenopvang en daardoor kan ik wel eens aan het einde van de dag echt pijn hebben in mijn rug. Dus als ik dan goed kan slapen, dan helpt dat echt al heel veel. Het is echt een heel fijne matras, dat voel ik nu al met erop te liggen. Maar nu heb ik bezoek. Oké, wat wil je doen? Ik weet het. Jij wil op de Wii spelen. Wat is dat? 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 Vince is het zoontje van mijn broer. En je was vannacht ziek, hè? Maar nu ben je genezen, blijkbaar. Ik denk het nog altijd niet. Denk je het nog altijd niet? Nee, nog altijd niet. Wat heb je dan? Weet ik niet. Oh, weet je niet. Wat? Oh, die is cool. We moeten varen naar de andere kant. Ja, varen, 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 varen. Nee, nee. Varen, ja, ja, ja. Ja, goed zo. Ik heb net geweend. Mijn ex is na bijna 5 maanden zijn laatste spullen nog komen halen daarnet. En ik ben er toch wel een beetje emotioneel van. Het is de eerste keer dat ik hem terug zag na zoveel maanden. Ik had het natuurlijk ook niet kunnen filmen en er niks over vertellen. Maar ik vind het ook wel belangrijk om mindere momenten soms te laten zien. Dat ik ook niet altijd happy ben.
Bowie heeft dus net een dutje gedaan. Dan slaapt hij altijd hier. Wacht, waar is die? Daar ligt hij. De eerste helft van de dag is hij altijd buiten op het gras. Komt hij eventjes een dutje doen en dan slaapt hij dus hier. Nu zet ik hem terug in de rolstoel en dan blijft hij hier in het stalletje. Ik heb een hele video gemaakt over de dagelijkse routine van Bowie. Dus als jullie die video nog niet gezien hebben, ga die dan zeker kijken. Het is heel interessant om dat een keer te zien. Heb je goed geslapen, mijn lieve jongen? Bowie is altijd heel ongeduldig. Ik ben nu in mijn bureauruimte, kamertje. Ik ga deze ruimte een grote makeover geven en daar ga ik ook een video over maken. Maar ik zal jullie een klein voorproefje laten zien van de video. Dit is hoe het eruit ziet als ik binnenkom. Alles staat hier gewoon echt helemaal door elkaar. Niks is hier opgeruimd. Staat allemaal op de verkeerde plaats. Maar ja, dit is de realiteit van hoe het momenteel is. Maar dus, ik ga hier een beetje filmen voor die andere video. Dus dat zullen jullie binnenkort ook allemaal zien. De katjes komen nu ook erbij. Mushi gaat zich installeren op het bed. En waar is mijn andere prinses? Waar ben je? Oh, daar. Daar is de andere prinses. Dit rekje had ik wel al een beetje gesorteerd. Ik heb hier in dit bakje allemaal mijn verschillende soorten enveloppen. Ik heb hier verschillende soorten papier. Dat is bijvoorbeeld van dat fotopapier, dik papier, dun. Hier liggen de mutsen die we verkopen in onze webshop. Dat is dus het gezichtje van deze kat. Hallo, kijk, dat ben jij. Zie je dat? Die mutsen verkopen we in onze webshop. En de opbrengst daarvan gebruiken we om de dieren te verzorgen. Ik ben onderweg naar een meisje dat hele mooie borden aan het maken is voor de picknicks die ik in de lente en de zomer organiseer. Ze maakt zo hele mooie keramiekborden. En ik ga dus nu naar daar om alles een beetje te bespreken en de kleuren te kiezen en zo. Dus ik ben heel benieuwd om alles te zien. We zullen maar twee karren nemen, hè. Iedereen blij, joepie! Kom maar naar buiten! Ik heb vanochtend samen met Anouk het huisje van de varkentjes schoongemaakt. Ik moet het alleen nog vullen. Dat ga ik zo doen. Ik ga even Bowie iets lekkers geven. We zijn nu in het huisje van Ekkie en Blackie. Hier zijn jullie denk ik nog nooit binnen geweest. Het is ook maar een, het is geen grote stal. Het is een klein huisje. Ik kan hier ook niet in recht staan. Dus het is altijd een beetje moeilijk schoonmaken. Voilà, kunnen zij dadelijk hier weer fijn komen slapen. Hallo Benji, ben je aan het doen? Waarom sta je daar weer in? Dat mag niet.
We hebben dus net weer een hooilevering gehad. En hier zit er zo wat plastiek omheen. Ga ik er afsnijden. Maar wat is dat hier voor een lief geitje? Ik ben net klaar met de dieren te verzorgen. En nu zit ik op zolder bij mijn ouders. Hier is de konijnenkamer. Dus hier langs mij zien jullie bijvoorbeeld Twisty in zijn verblijfje. Maar ik heb hier al een hele tijd niet meer zo goed opgeruimd. En het is hier echt heel rommelig. Dus ik ga dat vandaag aanpakken. Hier moet echt superveel gebeuren. Dus ik ga daar een aparte video van maken. Ik moet opruimen. Ik moet de doeken vervangen. We hebben zo van die wasbare doeken die we gebruiken. Dat is echt wel heel handig. Maar die wat er nu liggen, die zijn al een beetje vuil. Dus ik ga ze vervangen. En dit zijn allemaal schone doeken. Ik moet het eten bijvullen, het hooi bijvullen. En ik wil het verblijf een beetje veranderen, zodat het leuk blijft voor ze. Er komen 2 nieuwe konijntjes naar deze kamer. En dus heb ik te weinig hekjes om verblijfjes te maken. Ik heb er wat bij besteld. Dus dit zijn die hekjes. En dan zitten er ook van die knopjes bij om ze te verbinden. Zoals deze hier. Deze zijn een klein beetje anders. De vakjes zijn rechthoekig en deze zijn vierkant. Maar maakt eigenlijk allemaal niet uit. Dus hier heb ik er echt superveel van gekocht. 4 uur later en ik ben eindelijk klaar. Of toch 90%. Hier is een heel klein voorproefje van de video die binnenkort komt. Dit is Twisty. Dat is een nieuw konijntje. Ook een nieuw konijn. Maar dat gaan jullie dus allemaal binnenkort zien. En hier nog een mini voorproefje. Ik heb hier allemaal potten gezet met de kruiden die we op het moment hebben. Ik heb net alle ingrediënten klaargezet om granola te maken. Ik maak dat graag zelf en mijn voorraad is weer op, dus we gaan het bijmaken. Om de granola te maken gebruik ik van die grote havervlokken, bruine suiker, agavesiroop, vanillesuiker, pecannoten, cashewnoten en boter. Normaal zou ik er ook nog wat walnoten bij doen, maar die heb ik niet meer. Ik ga ook een portie maken voor mijn mama. Ik heb hier nu toch alles staan en zij heeft dat ook heel graag. Dus ronde 2. We zijn net naar de markt geweest om wat groenten en fruit te kopen voor de konijnen en de cavia's. En ik wilde eens zien of het bij de markt nu goedkoper is dan bij de Lidl. Maar het komt eigenlijk een beetje op hetzelfde neer. Lidl is zelfs een klein beetje goedkoper. Maar ik heb dus een paar dingen gekocht. Ik zal jullie laten zien. Ik heb 3 pakjes radijs. 2 selders. Dan heb ik 4 kroppen van deze sla. Dit zijn 2 pakjes wilde spinazie. Dan heb ik 4 pakjes peterselie. Dan heb ik deze hele zak met witloof. Een hele zak met paprika. En als laatste nog een zakje met, hoe noemt dat ook alweer, koolraap.
Ja, dat dus. En zo ziet de koelkast er dan op dit moment uit. Er lagen nog wat appeltjes in, die waren overgebleven van vorige week. Hier komen dan weer een paar lagen mee toe. Maar zoals ik zei, de prijs komt eigenlijk op hetzelfde neer. De Lidl zelfs een tikje goedkoper. We hebben nu ook sinds een tijd duiven. Ik had die gratis zien staan op tweedehands. En daar stonden ze op als slagduiven. Ik ben die toen gaan halen en ze zitten nu al een hele tijd hier in de konijnenren. Ik ga ze een hele tijd hier houden en tam maken. Zodat ze weten dat ze hier altijd kunnen komen eten en dat ze hier veilig zijn. En dan daarnaast is de bedoeling dat ik ze loslaat. En dat ze gewoon hun eigen gang mogen gaan. En hoop ik wel dat ze gewoon wel hier in de buurt blijven. Maar dus daarom ga ik ze echt een hele tijd hierin laten. Dat ze echt snappen dat dit hun thuis is. Ze zijn echt al heel tam geworden. Dus dat is wel heel cute. Ik ben nu bij de konijntjes. Ik ga het hooi een beetje bijvullen. Want dat is weer allemaal op. Die duiven kakken natuurlijk wel echt op alles. Alles hangt nu onder de duivenstrand. Maar dat is niet erg. Zoals ik zei, ze blijven hier ook niet voor altijd in deze ren zitten. En zodra het lente is, ga ik echt een hele grote schoonmaak doen in de opvang. Echt alles van boven tot onder wordt dan schoongemaakt. En ga ik ook deze ren met een hoge drukreiniger helemaal weer mooi maken. Dus voor nu mag het even. Het is helemaal niet erg. Komt allemaal weer goed. Ik heb ook net Bowie even in bed gelegd. Dus dan kan deze jas uit. Ik ga nu een beetje mijn video's bewerken en het huis een beetje opruimen. Ik woon dan wel alleen en toch ligt hier zoveel rommel altijd. Ik weet niet hoe het komt. Ik ga lekkere pizza maken. Maar, wie is dat? En als laatste nog wat van deze plantaardige kaas. En we zijn alweer bij de laatste dag van de week. Ik ben afgelopen nacht een beetje ziek geweest 's nachts. En ik heb dus vandaag het grootste deel van de dag in de zetel gelegen. Maar het is echt een super mooie dag. Dus ik wilde toch eventjes buiten zijn. Dus ik heb beslist om het kippenhok nog schoon te maken vandaag. Vier kruiwagens en een half uur later is het kippenhok weer helemaal schoon. Super fijn. We hebben hier ook nog wat fruit liggen en wat worteltjes. Daar ga ik er een paar van naar de dieren brengen. Hé hey Loemie. Hé hey Millie. Sjapie. En Benji.